Huiphuidig. Ja. Het speechboekje. Ja. Daarin staan tal van tips over wat een goede speech moet bevatten. Ja. Geef er een paar. Ja, in de eerste plaats kijk goed naar je publiek. Voordat je aan een verhaal gaat beginnen, denk er goed over na tot wie je gaat richten. Waar bestaat je publiek uit en wat verwachten ze? En probeer niet een betoog te houden, maar probeer een verhaal te vertellen aan mensen. Wat is nou belangrijker, de inhoud of de vorm? Ja, dat is allebei belangrijk. En de presentatie is ook nog eens belangrijk. Dus ja, dat... Misschien moeten we gewoon gaan kijken. Want je hebt speeches geschreven voor een aantal Nederlandse politici. Onder wie Mark Rutte. Ja. Nu de minister-president. Ik geloof, ik weet niet, schrijf je nu ook nog teksten voor Mark Rutte? Nee. Maar wel één tekst, zoals wij hebben begrepen, die hij heeft gehouden bij een bijeenkomst bij BNN. Een jongerenomroep. Zich ook richtend op jongeren rondom de verkiezingen. Ja, bij BKB was dat. Georganiseerd door BKB, inderdaad. Ja. Maar ik moet daar wel meteen eventjes opmerking bij plaatsen. Het is wel goed dat we het even hierover hebben. Dat over het beroep van speechschrijver bestaan bepaalde ideeën. En mensen die denken dat een speechschrijver altijd hand in hand door Den Haag huppelt met zijn bewindspersoon. En dat is totaal niet zo. Ik bedoel, deze speech bijvoorbeeld die Mark Rutte gehouden heeft in Paradiso. Daar is over gesproken. Hij had ideeën. Vervolgens ga je ermee aan de slag. En hij doet echt wel zijn eigen ding ermee. Tuurlijk. Het is wel even voor de duidelijkheid. Ja, het is gezegd. Nu kijken we. Ja, heel goed. Op 9 juni zijn verkiezingen in Nederland. En ik verzeker jullie, dit worden de belangrijkste verkiezingen in een generatie. En ik wil iets aan jullie vragen. Want dit is zo'n moment. Dit is misschien wel het moment. Ik wil jullie vragen om je nooit het slachtoffer te voelen van deze tijd, maar initiatief te nemen. Ik wil je vragen om niet naar de staat te kijken voor de oplossingen, maar ze zoveel mogelijk zelf te zoeken. En ik wil je vragen om je nooit in een hokje te laten opsluiten met een stickertje erop, maar op zoek te gaan naar je eigen unieke talent en dat ten dienste te stellen van de samenleving. Dat is ook waar 9 juni over gaat. Nou, dat kan hij natuurlijk, Mark Rutte. Die kan een speech houden. Welk gedeelte heb jij geschreven? Ja, dat niet wat hij nu uitspreekt in ieder geval. Wat ik heel bijzonder... Ik vond het ook een goed stuk inderdaad, ja, visionair. Maar wat heel bijzonder was ook aan die bijeenkomst, want het was een speechwedstrijd eigenlijk, waar in Amsterdam, dus niet echt rechtspubliek, en ook tegen Rutte, Pechtold en... Halsema, Pechtold en Cohen, dus het was voornamelijk links publiek in de zaal. En het was echt eventjes moeilijk om het ijs te breken in het begin. En dat deed hij wel knap. Want hij begon ermee met te praten over wat er goed is in Nederland. En een van de dingen die hij noemde... En het publiek zat echt een beetje afwachtend te kijken. Een ijzige zaal. En toen zei hij, een van de dingen die goed is, is dat we een hele goede modeopleiding hebben in Amsterdam. Waarop één meisje voorin eventjes begon te klappen. En hij liep op haar af en zei, daar mag je best voor klappen. En op dat moment stond ineens de hele zaal zo. En dat is heel sterk van hem. Hij houdt bij het spreken. En dat is dus het presentatie. Maar dat hij heeft dus niets met speech schrijven te maken. Dat is gewoon een gevoel voor het moment. Maar absoluut. En ik denk ook dat iemand die goed kan speechen, die heeft dat ook. Ja. Oké. Okay. Vond je dat Rita Verdonk goed kan speechen? Ik vind dat ze een aantal speeches gehouden heeft. Ja. Eentje op de Dam bijvoorbeeld. Ja. Oké. Okay, laten we daar een fragmentje van laten zien. Ik ken de Theo. En ik ken de Theo steeds beter. Theo was degene die aan de ene kant zei, Rita, hou die rug recht. En Theo was ook degene die zei, maar denk om jezelf. En denk ook om de mensen. En ik ken Theo goed genoeg om hem te respecteren. En om hem heel graag te mogen. En ik wil namens het kabinet mijn diepste medeleven betuigen aan alle mensen voor wie hij dierbaar was. En vooral degene die het dichtst bij hem stond. Zijn naaste familie en vrienden. Zijn ouders en zijn zoon Liewe. Theo. Ja.
Nou, hier heb ik wel over nagedacht. Dat is jammer, want dit van de WW niet van goed pissen. Nee. Daar kan ik me van alles naar voorstellen. Maar wat hier echt het lastige was van deze situatie, dat was dat je moet wel ook, als je dit verhaal zo ziet, het wel een beetje binnen de context van het moment zien. Het was natuurlijk een bizar moment. Ja. Dat gewoon. Maar wat was er nou goed aan? Nou, wat hiervan meer het interessante is dat de kunst was, hoe ga je ervoor zorgen dat het publiek daar überhaupt naar luistert? Want je staat op een dam bij een lawaai-demonstratie van 50.000 mensen of zo. Hoe ga je ervoor zorgen dat er niet alleen maar doorheen geschreeuwd wordt? En daar heb ik mede over nagedacht, dat als je het persoonlijk maakt in het begin en een link probeert te leggen met je publiek, in ieder geval op het feit dat eigenlijk het allerergste wat er op die bizarre dag gebeurd is dat een jongen zijn vader verloren is. En jullie waren en dat werkte wel. Dus het benoemen van de zoon Leeuwen, bedoel je? Ja. Je maakt het wel persoonlijk in ieder geval. En ik vind zelf, als je dat je van een politicus mag verwachten dat hij ook naar het persoonlijke gaat. En daarmee sla je een brug met mensen, ja. Goed, Henk Bleker zit al te zuchten. En reken maar dat zuchten nog veel dieper wordt. Want nu gaan we even kijken naar een klein stukje. Een van mijn dieptepunten, zeg maar. Nee, zeker niet. Nee. Tegendeel. U bent met elkaar gekomen. Soms in bussen, soms in de auto, soms in de trein. En dit congres is alleen maar een succes als we ook met elkaar uiteindelijk aan het eind van de dag in de bus, in de trein, in de auto teruggaan en zeggen: ik was het misschien niet eens met dit of ik was het misschien niet eens met dat, maar één ding: het was mijn club, het is mijn club en het blijft mijn club. Dan hebben we een goed congres gehad. Ja, wij hebben dit uitgezocht. Ja. Geef je oordeel. Top verhaal. Ja, echt. Ik vind het. Ik, destijds raakte het mij. Ik vind het ook interessant. Je zegt nu zelf even van: ja, god, het was niet een goed moment. Ik wist niet waar de heren mee kwamen. Hij vreest het ergste. Ja. Maar wat is er goed aan? Vertel wat er goed aan. Nou, wat er hier gebeurt is dus op het presentatiegebied. Je bent wel echt je verhaal daar. Ik bedoel, je ziet gewoon de emotie eraan. En dat raakte mij als kijker. Misschien is dit wel een van je betere verhalen geweest. Heb je het idee dat je daarna dit wel eens, dat je een beter verhaal hebt gehouden dan dat? Of, nee. Snel bergafwaarts gegaan. Nee, maar ik was daar tot in mijn vezels gespannen en ook wel geroerd. Als er 5000 partijleden, in zekere zin ook veel vrienden en kennissen zitten, voor zo'n cruciaal moment. En ik kan u zeggen, mijn speech daar is in de 2 uur voor het moment dat ik het uitsprak ontstaan. Door wie geschreven? Door mezelf. Okay. Omdat ik. Ik probeer bij belangrijke bijeenkomsten. Ik ben vaak te laat bij bijeenkomsten. Maar belangrijke bijeenkomsten waar ik moet speechen, ben ik vaak te vroeg. Om te luisteren van wat zit er nou in de zaal, wat beweegt er nou, wat speelt er. Nou, zo is het gelopen en dan kun je eens een keer een goed moment hebben. Ja, we gaan even kijken naar een man die een aantal goede momenten heeft gehad. Daar heeft hij, zeggen velen, de verkiezingen door gewonnen. Doordat hij zulke goede speeches kon houden. Ga je nu over Obama beginnen of niet? Ja, want die moet ik even introduceren namelijk. Want dit is de Fired Up and Ready to Go speech, waar ik het al eerder. Oh nee, dit is een andere. Nee, want de Fired Up and Ready to Go speech is namelijk echt supergoed en een enorm succes geweest. En hij is zo goed omdat hij begint met een hele lange. Het is een klassiek geval van een ABA. Je begint met een verrassing of een anekdote, dan daarna hou je je betoog en dan daarna kom je er op het laatst weer op terug. En hier begint hij met een hele lange anekdote waarin hij vertelt dat ze ergens in een uithoek van de Verenigde Staten, dat hij tijdens de verkiezingen ergens in een zaaltje staat en dat er een dame aanwezig is die de 20 of zo aanwezigen opzweept met de woorden fired up, ready to go. En die mensen die roepen dat dan terug. En het is extreem geestig hoe hij erover vertelt. Hij zegt ook, I had the feeling she was stealing my thunder. Hij doet aan zelfrelativering. En dan vervolgens dan gaat hij naar zijn betoog toe. En dat is waar we erin knippen. Oké. Okay. One voice can change a room. And if a voice can change a room, it can change a city. And if it can change a city, it can change a state. And if it can change a state, it can change a nation. And if it can change a nation, it can change the world. So I've just got one question for you, Virginia. Are you fired up? Are you ready to go? Fired up. Ready to go. Fired up. Ready to go. Fired up.
Ready to go. Virginia, let's go change the world. Thank you. God bless you. And God bless the United States of America. Goed, daar was hij toen heel goed mee. Daar heeft hij vermoedelijk ook de verkiezingen mee gewonnen. Die change kan hij nu allemaal natuurlijk niet meer roepen. Maar wat hij wel doet, is die vrouw, die, waar jij net over vertelde... Die speelt nu weer een rol in deze verkiezingen van Obama. Kijk even naar haar, want nu is er een filmpje op de site van Obama... waarin die vrouw zegt, ja, ik was dus die vrouw die dat, die dat zei. Dan zien we even wie die vrouw is. Vader, ready to go. Fire up! Ready to go! Nou ja, dat gaat allemaal nog een tijdje door. Zullen we nog één? We hebben weinig tijd. We moeten er nog, zullen we nog één grappige doen. Ja. Van, een grappige van hoe het ook mis kan gaan. Mis kan gaan met een Australische minister van transport, geloof ik. Die dacht van, hé, hey, op de televisie kunnen ze dat heel goed. En in films kunnen ze het nog beter. En die heeft de film van... The President. Met Michael Douglas, American President. Yeah. Heeft hij gekopieerd, de speech, letterlijk. En dacht, zo ga ik het ook doen. Kijk even. In Australia, we have serious challenges to solve, and we need serious people to solve them. We have serious problems to solve, and we need serious people to solve them. Unfortunately, Tony Abbott is not the least bit interested in fixing anything. Bob Rumson is not the least bit interested in solving it. He's only interested in two things, making Australians afraid of it and telling them who's to blame for it. He is interested in two things, and two things only, making you afraid of it and telling you who's to blame for it. Juist, zo moet het niet. Hoe het wel moet, heb jij opgeschreven in het speechboekje. Ja, en daarbij hebben we ook een app ontwikkeld. En dat is helemaal uniek. Je kan gewoon nu een app downloaden waarin je in een handomdraai je speech in elkaar kan zetten. Echt top. Ja, goed.